Hierbij open ik deze academische zitting waarin Erik Robert De Loos het academisch proefschrift getiteld Pectus Excavatum Improvements in Surgical Care in het openbaar zal verdedigen. Mag ik u verzoeken een samenvatting te geven van uw proefschrift? Geachte prorector, leden van de promotiecommissie, lieve familie, vrienden en collega's. Wat ontzettend leuk dat u hier vandaag aanwezig bent. U heeft het mooie weer meegenomen, de zon schijnt weer in het zonnige zuiden. Ik zal het komende kwartier meenemen in een gedeelte van mijn dagelijks werk en het onderzoek dat ik hier heb uitgevoerd. Hetgeen heeft geresulteerd in mijn proefschrift Pectus Excavatum Improvements in Surgical Care. Pectus Excavatum, in de volksmond ook wel trechterborst genoemd, is een aangeboren aandoening waarbij door een afwijkende groei van het ribkaakbeen een indeuking van de voorste borstwand ontstaat. Hier ziet u een typisch voorbeeld van een patiënt met een trechterborst, waarbij de vervorming van de borstkas duidelijk zichtbaar is. Tegenwoordig is dit Nederlands bekendste pectuspatiënt Olivier Richters, oftewel de Dutch Giant. Hij werd op 23-jarige leeftijd geopereerd aan zijn trechterborst en is op dit moment een beroemd filmster en bodybuilder. Ik zal u nu kort iets vertellen over de klachten bij een patiënt met een trechterborst, de diagnostiek ernaar, de verschillende operatietechnieken met hun resultaten en veiligheid en enkele specifieke problemen die wij kunnen tegenkomen. Ook zal ik de belangrijkste conclusies van mijn proefschrift met u bespreken. De klachten van patiënten met een trechterborst zijn grofweg in twee categorieën onder te verdelen. Te beginnen met de psychosociale klachten, waarbij angst, schaamte, verminderd zelfvertrouwen en een verstoord lichaamsbeeld centraal staan. Door de indrukking van het borstbeen kan ook het onderliggende hart verdrukt worden, waardoor er ook lichamelijke klachten kunnen ontstaan. Bijvoorbeeld pijn op de borst, hartkloppingen, kortademigheid en inspanningsintolerantie. De diagnose trechterborst wordt gesteld aan de hand van lichamelijk onderzoek. Hierbij kijken we eerst of er inderdaad sprake is van een trechterborst en zo ja, wat de verschillende eigenschappen hiervan zijn. Bijvoorbeeld de vorm, uitgebreidheid en diepte. Ook vormen we een oordeel over de ernst van de aandoening. Over de visuele beoordeling van pectus excavatum blijkt veel discussie in de dagelijkse praktijk te bestaan. We voerden een onderzoek uit waarbij we de 3D-scans van ruim 50 patiënten met een aandoening aan een voorste borstwand lieten beoordelen door 5 ervaren pectuschirurgen uit verschillende ziekenhuizen. Hierbij werd eerst de vraag gesteld of er inderdaad sprake was van een pectus excavatum en zo ja, wat de verschillende morfologische eigenschappen hiervan waren. Het bleek dat er grote onderlinge verschillen bestaan tussen de verschillende beoordelaars, maar ook bij herhaalde beoordelingen door dezelfde chirurgen. Hier is dus ruimte voor verbetering. Ook bestaat geen consensus over de verdere diagnostiek naar patiënten met een trechterborst. In ons ziekenhuis worden standaard fotoseries gemaakt van elke pectuspatiënt ter vastlegging, documentatie van de aandoening en voor follow-up. Een relatief nieuwe techniek die wij sinds een aantal jaar uitvoeren is 3D-scanning. En tegenwoordig maken van elke trechterborstpatiënt een 3D-scan. Hier ziet u een veel realistischere weergave van de indeuking van de borstkas en kunnen we ook objectieve metingen verrichten. Op dit moment voeren we diverse onderzoeken uit naar de toepasbaarheid van 3D-imaging bij pectuspatiënten. Op indicatie kan ook een CT-scan worden gemaakt, waar u hier een voorbeeld van ziet. En duidelijk zichtbaar de indeuking van het borstbeen met daaronder de verdrukking van het hieronder gelegen hart. En om de gevolgen van de indrukking op het hart te kunnen beoordelen op de functie van het hart, kan er een MRI-scan worden gemaakt, waar je hier een voorbeeld van ziet. De operatiemethoden voor een trechterborst zijn grofweg in twee categorieën onder te verdelen. Minimaal invasieve operaties zoals de NUS-procedure en open ingrepen zoals de Ravitch-procedure. Ik zal nu de NUS-procedure met u bespreken. De NUS-procedure werd eind jaren 80 geïntroduceerd door Donald Nuss, een Amerikaans kinderchirurg die hier op de foto rechts in het midden afgebeeld ziet. Via kleine sneetjes worden één of meerdere metalen beugels, de zogenaamde NUS-bars, achter het borstbeen geplaatst, waarmee de trechterborst als het ware wordt uitgedeukt. Na 2 tot 3 jaar heeft de borstkas een nieuwe definitieve vorm aangenomen en kunnen de beugels weer veilig worden verwijderd. Ik zal nu kort de operatietechniek met u bespreken. Nadat de patiënt onder narcose is gebracht, wordt met een markeerstift de trechterborst en de geplande incisies aangetekend. Vervolgens bepalen we met behulp van een speciale mal de gewenste vorm en lengte van de beugel die we later gaan plaatsen. De beugel, NUS-bar, wordt hier ter plaatse in de juiste vorm gebogen. Met behulp van een speciaal instrument wordt vervolgens ruimte gemaakt tussen het ingedeukte borstbeen en het hieronder gelegen platgedrukte hart. Nadat dit gebeurd is, kan een correctie van de borstkas worden uitgevoerd, waarbij u direct zichtbare ruimte ziet ontstaan in de borstholte en de verdrukking van het hart wordt opgeheven.
Vervolgens kan de nusbar in omgekeerde richting worden ingebracht, waarna deze met behulp van speciale instrumenten naar zijn definitieve positie wordt toegedraaid. Ten slotte worden één of meerdere stabilisatieplaatjes aangebracht, worden de wondjes weer gesloten en wordt de overtollige lucht uit de borstholte verwijderd. En u kunt zich voorstellen dat dit een risicovolle operatie betreft, waarbij met name letsels van het hart en de grote bloedvaten levensbedreigend kunnen zijn. Wij stelden ons dan ook de vraag hoe veilig de techniek aan te leren is. We voerden een onderzoek uit waarbij we de resultaten van de door ons uitgevoerde NUS-procedures vergeleken en de leercurve beoordeelden. En hieruit bleek dat tijdens het aanleren van de procedure er geen sprake was van een verlengde operatieduur of een verhoogd risico op complicaties. Ook zagen we niet meer bloedingen. Nadat de eerste operatie onder begeleiding van een ervaren pectischirurg werden uitgevoerd, bleek deze veilig aan te leren en uit te voeren te zijn door de hiermee startende thoraxchirurg. Hierbij zagen we geen typische op complicaties gebaseerde leercurve, mits de operatie frequent genoeg werd uitgevoerd. Een ander onderwerp van discussie is leeftijd. Bij de NUSBAR-procedure wordt gebruik gemaakt van de natuurlijke flexibiliteit van de borstkas en daarom is het aan te raden om de operatie op jonge leeftijd uit te voeren. Aanvankelijk werd de operatie alleen verricht bij kinderen, waarbij grote twijfels bestonden over de haalbaarheid bij volwassenen. Op dit moment zijn er nog weinig resultaten bekend bij operaties op latere leeftijd. We bekeken de resultaten van de ons uitgevoerde NUSBAR-procedures en vergeleken deze voor jongeren en volwassen patiënten. Hieruit bleek dat bij zowel jongeren als volwassenen sprake was van een aanvaardbaar complicatierisico, wat de techniek dan ook veilig toepasbaar maakt voor zowel jongeren als volwassenen. Wel gaven volwassen patiënten vaker chronische pijnklachten aan dan jongeren. Een relatief nieuwe techniek is sternale elevatie, waarbij tijdens de NUS-procedure met behulp van een takelsysteem extra ruimte wordt gemaakt, het borstbeen wordt opgetild, waardoor extra ruimte ontstaat tussen het borstbeen en het hart. Dit stelt ons in staat in theorie om veiliger te werken, de operatie makkelijker te kunnen uitvoeren en ook diepere pectuspatiënten te kunnen behandelen. Hier ziet u de kreentechniek zoals die in ons ziekenhuis wordt toegepast. Er wordt een stalen hechting door het borstbeen geplaatst die op zijn beurt wordt bevestigd aan een takelsysteem dat op zijn beurt weer bevestigd is aan de operatietafel. En hier ziet u duidelijk dat tijdens het optakelen van het borstbeen er ruimte ontstaat in de borstholte en de verdrukking van het hart wordt opgeheven, waardoor we, zoals gezegd, veiliger kunnen werken. Over de effectiviteit van de kreentechniek was tot voor kort niets bekend. We voerden een onderzoek uit waarbij we het effect van de kreentechniek beoordeelden aan de hand van tijdens de operatie gemaakte 3D-scans. En hieruit bleek dat de kreentechniek een effectieve techniek is. Die leidt tot een substantiële afname van de indeuking van het borstbeen. Tevens geeft de kreen een lift over een breed oppervlak van de borstkas. De borstkas wordt als het ware over een breed oppervlak opgetild. En wel zagen we een afname van het effect naarmate de pectus dieper was. De NUS-procedure staat bekend als een pijnlijke ingreep. Adequate pijnstilling is dus essentieel. Standaardtechniek voor deze pijnstilling is epidurale pijnstilling, oftewel de bekende ruggenprik. Een nieuwe, tot recent alleen in Amerika toegepaste techniek is cryoablatie, waarbij tijdens een extra stap tijdens de NUS-procedure de tussenribzenuwen, die u op het plaatje in het geel ziet afgebeeld, worden bevroren, waardoor ze hun functie tijdelijk verliezen. Dit is een reversibel effect. Het treedt na een aantal weken weer herstel van de functie op. We voerden een literatuuronderzoek uit waarbij we de resultaten van beide technieken vergeleken. Hieruit bleek dat bij cryoablatie een significante afname van de noodzakelijke opnameduur in het ziekenhuis optrad. Wel zagen we, uiteraard door de extra stap tijdens de NUS-procedure, een verlenging van de operatieduur. Er werden geen aan cryoablatie gerelateerde complicaties gemeld. Dan de Ravitch-procedure. De Ravitch-procedure wordt tegenwoordig alleen nog op indicatie uitgevoerd, dat wil zeggen in speciale gevallen. En dat kan zijn bij een zeer ernstige diepe trechterborst, bij patiënten op hogere leeftijd of bij revisiechirurgie. Het betreft een open procedure waarbij de borstspieren worden losgemaakt, het aangedane ribkraakbeen wordt verwijderd en er vervolgens een standscorrectie van het borstbeen wordt uitgevoerd. Hier ziet u hoe de incisie over het borstbeen wordt gemaakt. Nadat de grote borstspieren zijn losgemaakt, wordt op meerdere niveaus het aangedane ribkraakbeen verwijderd. Vervolgens wordt met behulp van een hamer en beitel of een zaag het borstbeen op één of meerdere plaatsen doorgenomen.
Via de aangebrachte zaagsnedes kan vervolgens een standscorrectie van het borstbeen worden uitgevoerd. En nadat het borstbeen in zijn nieuwe positie is gepositioneerd, wordt het weer vastgezet met behulp van een kunststof matje of staaldraden als klassieke operatietechniek. Een alternatief hiervoor is het gebruik van platen en schroeven, zoals we dat ook kennen vanuit de traumachirurgie. We vergeleken de resultaten van de door ons uitgevoerde RAVIS-procedures en vergeleken de uitkomsten bij beide groepen. Hierbij zagen we minder genezingsproblemen van het borstbeen na plaatfixatie, waarbij de overige complicaties vergelijkbaar waren tussen beide groepen. Wel gaven de patiënten vaker pijnklachten aan ter hoogte van de gebruikte platen, waardoor deze in een later stadium weer frequent verwijderd moesten worden. En dit was voor ons de aanleiding om onze operatietechniek aan te passen. We zijn gebruik gaan maken van kleinere, dunnere platen die specifiek voor het borstbeen zijn ontwikkeld, zogenaamde standard-look bloedplaten, en analyseerden de eerste resultaten van deze operatie. Het bleek dat deze standard-look bloedplaten voor voldoende zekerheid zorgen en dat het complicatierisico vergelijkbaar was van dat bij het gebruik van de dikkere platen. En inderdaad zagen we minder vaak last van het gebruikte materiaal, wat leidde tot een afname van het reoperatiepercentage. Bij de RAVIS-procedure kunnen specifieke problemen optreden, waaronder het niet vastgroeien van de grote borstspier. Dit is een zeldzame complicatie die cosmetische gevolgen kan hebben, maar ook kan leiden tot krachtsverlies. En gezien het zeldzame karakter van deze complicatie zijn er geen standaard technieken voor operatief herstel beschikbaar. Wij introduceerden een nieuwe techniek waarbij we gebruik maken van botankers. Deze botankers worden in het borstbeen geplaatst, waarna de grote borstspieren met behulp van hechtingen die aan de botankers zijn vastgemaakt, weer worden teruggehecht op het borstbeen. Dit brengt mij tot de belangrijkste conclusies van mijn proefschrift. Er blijkt sprake van een grote variatie in de visuele beoordeling van pectus excavatum. De NUS-procedure is een veilige techniek waarbij er geen sprake is van een typische op complicaties gebaseerde leercurve tijdens het aanleren hiervan. De techniek is daarmee ook geschikt voor gebruik bij zowel jongeren als volwassen patiënten. De kreentechniek is een effectieve techniek die leidt tot een substantiële afname van de pectusdiepte. Cryoablatie is een veelbelovend alternatief voor epidurale pijnstilling, waarbij we uitkijken naar de introductie ervan in Europa. En als er op indicatie een RAVIS-procedure moet worden verricht, treedt er een betere genezing van het borstbeen op na plaatfixatie. En blijken dunnere platen voor voldoende stevigheid te zorgen. Ten slotte lijken botankers geschikt voor het opnieuw terughechten van de grote borstspieren. Graag wil ik afsluiten met een korte blik in de toekomst. Ik hoop dat het ons lukt om de kennis en awareness over pectus excavatum te vergroten, zowel onder zorgverleners als in de bevolking, in de populatie. Het is belangrijk om consensus te bereiken over uniforme diagnostiek en behandeling. Goede onderlinge samenwerking kan deuren openen, waarbij een gezamenlijke dataregistratie van grote meerwaarde zou kunnen zijn. Ten slotte wil ik benadrukken dat wetenschappelijk onderzoek essentieel is voor de onderbouwing van behandelingen van dit ziektebeeld. Hierbij wil ik u graag danken voor uw aandacht en geef ik het woord graag terug aan de prorector. Hartelijk dank voor uw presentatie. De oppositie zal nu worden geopend door professor Bouvier, hoogleraar innovatieve chirurgische technieken aan deze universiteit. Professor Bouvier was tevens voorzitter van de beoordelingscommissie. Dank u wel, meneer de prorector. Waarde promovendus, ik wil u graag van harte feliciteren met het tot stand komen van dit prachtige boek. En uiteraard wil ik uw promotor en co-promotoren in die felicitaties meenemen. Outside your comfort zone is where the magic happens. Ik heb het gevoel dat dat nu aan het gebeuren is. En ik zou graag willen vragen om de paranimf waarmee u het meest geopereerd heeft, stelling 1 te laten voorlezen. Ja, de oudjes op de plos, hè. Nou, ik heb meestal een stem die wel zonder microfoon kan. Maar als u het graag wil, een microfoon, is dat prima. Kan iedereen me zo horen? Maar het is voor het gehoor die thuis mee volgt. Daarom moet je de microfoon gebruiken. Dus niet alleen voor de aanwezigen hier. Goed, hebben we weer wat tijd gewonnen, Erik. welke stelling voegt u? 1 graag. 1. Minimaal invasieve behandeling van pectus excavatum door middel van de NUS-procedure is een veilige techniek bij zowel adolescenten als volwassenen.
Implementatie gaat niet gepaard met een typische leercurve, mits frequent en conform een strikt initiatieprotocol uitgevoerd, dit proefschrift. Dank u wel. U leest dat beter dan ik in eerste instantie, want ik struikelde over het woord initiatieprotocol. Ik dacht, hij bedoelt toch indicatieprotocol. Omdat bij iedere operatie die je nieuw gaat doen, moet er een goede indicatie zijn om een operatie te doen. Zeker als die gepaard gaat met complicaties. In chapter 4 gaat het dan vooral over die complicaties. Toen dacht ik, nou, misschien zijn er geen complicaties bij deze operatie, maar die waren er wel. Zelfs bij bladzijde 73 ongeveer 24% van de mensen. Misschien niet allemaal groot, maar zijn toch complicaties. Dus ik wilde vragen, wat zijn uw gedachten over een scherpere indicatiestelling voor deze procedure, zodat er geen wildgroei komt, omdat u zeer betrokken bent bij ook het opleiden van mensen in deze procedure en het misschien ook een lucratieve procedure is, moeten we daar natuurlijk voor waken. Hooggeleerde opponent, dank voor uw vriendelijke woorden en het initiatieprotocol waar u naar doelde, dat refereert naar de proctoring, de begeleiding van het opstarten van het programma door ervaren chirurgen. Maar als ik het goed begrijp, vraagt u naar de complicatierisico's. En dan moet ik toch een kleine nuance aanbrengen. U noemt een percentage van 24% in hoofdstuk 4. En dat is het complicatiepercentage bij volwassen patiënten, wat een kleine patiëntengroep was. Als je naar de jonge patiënten gaat kijken, is dat complicatiepercentage minstens de helft, 11% om precies te zijn. En als je dan gaat kijken naar de totale populatie, komt dat op 13% uit. Dus het is iets rooskleuriger dan u verwoorden. Aan de andere kant ben ik het helemaal met u eens. Ja, elke operatie heeft risico's. Er zijn complicaties. En dat zijn complicaties van minimale ernst, maar ook serieuze complicaties. Waarbij de in theorie ernstigste complicatie het overlijden van de patiënt is aan een grote bloeding. En dat is nou juist hetgene wat we heel nadrukkelijk bespreken met de patiënten. Met zijn en haar familieleden. En proberen daar samen tot een gewogen oordeel te komen of die risico's van die operatie ook afwegen tegen de potentiële voordelen ervan. Dus we doen dat in gezamenlijkheid. We bespreken alle complicatierisico's uitvoerig met de patiënten, wegen dat gezamenlijk af en dan komen we tot een gezamenlijk behandelvoorstel. Ja, ik was ervan uitgegaan dat dat zorgvuldig gebeurt natuurlijk. Maar ik zou zo graag een wat hardere indicatie hebben voor deze operatie. Cosmetiek hebben we allemaal mooi kunnen zien in de presentatie. Het is niet fraai. Maar zijn er ook studies waarbij echt een verbeterde hartfunctie of een verbeterde longfunctie het geval is? Of bent u zelf van plan om nog zo'n studie uit te voeren? Nou, dat onderzoek is inderdaad al gedaan. En ook daar is ruimte voor verbetering. Maar zowel op het psychosociale vlak, het cosmetische vlak, als het cardiale vlak, het risico op de verdrukking van het hart, is ondertussen uitvoerige literatuur beschreven. Onder andere van uw buurman, die dat beschrijft in zijn proefschrift 2 jaar geleden. En wat we daar zien is dat patiënten substantieel lijden van het cosmetische effect van een pectus excavatum. Ze hebben verminderd zelfbeeld, minder zelfvertrouwen. En wat ook onderzocht is dat er een substantiële verbetering van die waarde optreedt na operatieve correctie. En datzelfde geldt eigenlijk ook voor cardiale klachten. Ik ben met u eens, de literatuur die daarna gedaan is vrij heterogeen. Dat zijn kleine studies, underpowered, veelal retrospectief. Maar bijvoorbeeld Jozefsky, dat is een bekende pectus chirurg uit Amerika, uit de Mayo Clinics. Heeft een prachtige review geschreven in 2018, Journal of Pediatric Surgery, waarbij ze al die kleinere studies koppelt en een overkoepelende conclusie eraan verbindt. En zij ziet een substantiële verbetering van de hartfunctie, dat is de rechterkamer ejectiefractie, de vulling van het hart, de cardiac output, na operatieve correctie. Ik ben blij dat er genuanceerd over de indicatie gaat worden nagedacht en ik geef het woord graag terug aan de prorector. Dank u wel. Dan zal de oppositie worden voortgezet door professor De Lijn, hoogleraar thoraxchirurgie aan de Katholieke Universiteit van Leuven. Professor De Lijn was ook lid van de beoordelingscommissie en wij waarderen ten zeerste uw aanwezigheid bij deze academische plechtigheid. Dank u wel. Waarde promovendus, ook ik wil u en uw promotoren feliciteren met dat mooie werk. En ik merk dat er toch heel goed gezorgd wordt voor pectuspatiënten in het Zuiderland ziekenhuis. Ze worden allemaal gezien door een multidisciplinaire groep. Thoraxchirurgen, cardiologen, pediaters, uitzonderlijk denk ik. Medical photography, 3D imaging. En dan hebt u eigenlijk heel wat wetenschappelijk onderzoek op uw patiëntenmateriaal verricht, wat toch heel mooi is. Ik heb een paar kleine vragen. In hoofdstuk 4 bespreekt u al uw resultaten.
bij uw 327 patiënten. En ik heb vooral wat vragen rond de, ja, de pijnstilling bij die patiënten. U schrijft dat u de epidurale 3 dagen aanwezig houdt. Nu, wij hebben in Leuven ook heel wat ervaring en Hans van Veer is hier ook in het auditorium. Wij plaatsen de epidurale altijd 5 dagen. En ik moet zeggen, als de epidurale er accidenteel eens op dag 3 uitgaat, is dat toch een groot probleem qua pijnmedicatie. Dus waar zit het verschil tussen Leuven en Heerlen? 3 dagen, 5 dagen epidurale? Dat is mijn eerste vraag. En dan in de complicaties, hebt u 16 patiënten of 5% van de patiënten die toch hevige pijnklachten hebben? 10 moeten de baar verwijderd worden. Bij 6 patiënten moeten die naar een chronische pijnkliniek. Zo interpreteer ik dat toch. Dat is toch een vrij belangrijk probleem. Dus ja, hoe vindt u, hoe gaat u daarmee om? En hebt u enige ervaring met de cryoanalgesie? Want cryoanalgesie is iets ouds in de thoraxchirurgie. Dat bestaat al 100 jaar. De mensen in de pijnkliniek gebruiken dat. Denkt u echt dat dat de vooruitgang gaat zijn? Stel ik eerst al mijn vragen? Of misschien dat u daarop kunt antwoorden. Ik heb dan nog één vraagje om af te sluiten. Misschien kan hij hier al mee bestarten. Hooggeleerde opponent, hartelijk dank voor uw komst, hartelijk dank voor uw vriendelijke woorden. En ook ja, veel dank voor de jarenlange plezierige samenwerking tussen het UZ Leuven en het Zuiderland. En waar de thoraxchirurgie een hele speciale rol in betekent. Om te beginnen uw vraag over de pijnstilling en in specifiek de epidurale analgesie. En wij gebruiken inderdaad epidurale pijnstilling als standaard pijnstillingstechniek. Waarbij we een intensieve samenwerking hebben met onze collega's van de anesthesie en het pijnteam. Dus in dat multidisciplinaire team, en u stipt dat net al aan, ja, is een hele nadrukkelijke betrokkenheid van het pijnteam. Er lopen pijnverpleegkundigen dagelijks meerdere malen bij die patiënten langs. En in die gezamenlijkheid, samen met de anesthesisten, hebben we een protocol opgesteld waarbij we op dag 3 in beginsel de epidurale katheter verwijderen. En wat geeft u dan als de pijnpomp uitgaat? Geeft u dan opioïden of pleisters? Ja, patiënten worden ingesteld op een pijnladderschema waarbij er een paracetamol, een NSAID en een opioïd wordt gegeven. En in principe is daar in de regel voldoende pijnstilling mee te verkrijgen. En nogmaals, er is uitvoerig contact meerdere keren per dag met het pijnteam en met de anesthesioloog. Waar het verschil in zit met de praktijk in Leuven, durf ik niet te zeggen. Dat kan lokale folklore zijn. Wat wel bekend is, dat daar klinieken zijn, onder andere de kliniek in Pilegaar heeft er ook, in Aarhus heeft er ook over gepubliceerd, ja, die een veel kortere opnameduur heeft en zelfs een epidural op dag 1 of dag 2 verwijdert. Dus het is mogelijk om een snelle doorlooptijd te hebben in de kliniek. En uw brug naar de vraag over cryoablatie, dat lijkt wel echt een gamechanger te worden. De review wat wij beschreven hebben laat een significante afname van de opnameduur zien. Maar dat artikel is gepubliceerd in 2020. En na die tijd zijn er een aantal nieuwe studies gepubliceerd die eigenlijk datzelfde effect laten zien. Waarbij er zelfs wordt gekeken nu naar de mogelijkheid van NUSPAR-procedures in dagverpleging. Waarbij de eerste resultaten afgelopen jaar gepubliceerd zijn in Journal of Pediatric Surgery. Een groep uit Texas die daar goede resultaten mee hebben. Dus we kunnen en moeten daar een efficiëntieslag slaan wat mij betreft. Oké, dank u. En dan mijn laatste en misschien ook wel de moeilijkste vraag om te beantwoorden. Op pagina 134 schrijft u: majority of our patients suffer from symptomatic exercise tolerance. Ik ben daar persoonlijk niet van overtuigd. Maar als u mij kunt overtuigen dat de meerderheid van uw patiënten symptomatische inspanningstolerantieproblemen hebben, mag u dat proberen? Nou, ik zal mijn best doen. Nee, we hebben natuurlijk gekeken naar een retrospectief cohort waarbij we hebben gekeken naar de klachten die patiënten bij aankomst aangaven. En dat is, zoals u kunt lezen, een gemengd beeld. Cosmetische klachten staan centraal, met name bij de jonge populatie, waarbij oudere patiënten met name cardiale klachten aangeven. En ze geven eigenlijk stuk voor stuk aan dat ze problemen met inspannen. En dat kan zijn tijdens het hardlopen, kan zijn tijdens het voetballen. En zij geven aan dat ze niet mee kunnen met hun leeftijdsgenoten en een beperking daarin ervaren. Dat is op zich ook logisch, want door de verdrukking van het hart is het hart niet in staat om een verhoogde cardiac output te leveren als daar vraag naar is bij inspanning. Oftewel, een patiënt met een trechterborst is wel in staat om zijn hartfrequentie te vergroten, maar kan door de verdrukking van het hart, met name de rechter ventrikel speelt daar een centrale rol, niet zijn slagvolume vergroten en daarmee ook niet de cardiac output in gewenste vorm vergroten. Oké, dank u. Dank u wel. Dan zal de oppositie worden voortgezet door dokter Zuidema, chirurg aan het Amsterdam UMC. Dokter Zuidema was ook lid van de beoordelingscommissie en ook voor u van harte dank voor uw aanwezigheid bij deze plechtigheid.
Beste promovendus, allereerst gefeliciteerd met het gereed komen van uw proefschrift. En daar neem ik natuurlijk ook uw promotor en co-promotoren mee. Want het is voorwaar geen kleine inspanning om naast je werk als torenkuil en traumachirurg en nog cursusleider dat toch voor elkaar te brengen. Dat lijkt me ook een hele uitdaging geweest te zijn voor het promotor en co-promotoren. Om je daarin te begeleiden, denk ik. We delen samen een interesse in het verbeteren van de behandeling van pectus, excavatum en traumachirurgie. Maar ik wil je graag meenemen naar bladzijde 29, in je hoofdstuk 2. Waarin je schrijft over een groep patiënten die gezien is. Waar je gekeken hebt naar de inter-observer agreement. En waar tot mijn verbazing er een agreement is van 55% tot 95%. Maar beneden aan op diezelfde pagina schrijf je dat je de Hall-index van al die patiënten hebt bepaald. En eigenlijk hebben al die mensen een pectus excavatum. Toch worden door deze ervaren chirurgen, maar soms 55% van de mensen, herkend als mensen met een pectus excavatum. Heb je daar een verklaring voor? Zeer geleerde opponent, dank voor uw felicitaties en dank voor uw vraag. De vraag ziet eigenlijk op de beoordeling van ervaren pectuschirurgen van 3D-scans van patiënten met een verdenking om pectus excavatum. En daar is inderdaad een grote mate van variatie tussen verschillende beoordelaars en tussen herhaalde beoordelingen door dezelfde beoordelaar. En dat geeft eigenlijk aan dat wij met z'n allen niet zo goed in staat zijn, hè, als ervaren pectuschirurgen, om daar een gewogen oordeel over te geven. En dat kan dan zijn dat komt doordat we gebruik hebben gemaakt van 3D-scans. Dat is een veelgestelde vraag. Ja, dat is te nuanceren. We hebben daar uitgebreid onderzoek naar gedaan en de implementatie van 3D-scanning bij pectuspatiënten nauwkeurig onderzocht. En daar blijkt sprake van een submillimetrische accuraatheid van gebruik van 3D-scan. Dus daar zit het hem niet in. Dus het zit hem met name in de visuele beoordeling door de chirurg zelf. En ja, kennelijk hebben we toch met z'n allen een nuanceverschil in hoe we dat beoordelen en waarderen. Ja. En dat zou dan ook, ja, wat mij betreft, een van de verbeterpunten kunnen zijn. We moeten zorgen naar een gezamenlijke visie op diagnostiek en behandeling. Maar als ik dan kijk, dan zouden we kunnen vaststellen dat die chirurgen een subjectieve beoordeling hebben. Want als je in plaats A komt, vindt misschien de pectuschirurg niet dat jij een pectus hebt. En in plaats B misschien wel. Daarnaast hebben we natuurlijk een patiënt die met subjectieve klachten komt. Het kan zijn dat hij het lelijk vindt. Kan zijn dat hij na het scoren toch wat meer moet hijgen dan zijn andere aanvallers. Maar het is wel heel interessant natuurlijk dat je dus eigenlijk niet goed kunt vaststellen ten alle tijde of je een pectus excavatum hebt door ervaren chirurgen. Maar hoe stel je dan vast welke je gaat opereren? Wie je gaat opereren? Ja, dat is een goede vraag. Even terug naar de objectieve beoordeling, want ik ben met u eens dat dit een subjectieve beoordeling is, een inschatting door de chirurg die dat beoordeelt. En ja, dat vonden wij ook. En we zijn getriggerd door de resultaten van dit onderzoek en hebben vervolgens gekeken hoe je dat nou beter objectief kan beoordelen. Wat we nu gedaan hebben is 3D-scans van pectuspatiënten subjectief laten beoordelen door pectuschirurgen. Maar de vervolgstap is dat we een automatische kwantificatie van de verschillende parameters van die pectus hebben laten uitrekenen door een computerprogramma aan de hand van de 3D-scans. En dan kan je dus objectief per millimeter indeuking, per graad kanteling van het borstbeen, per centimeter ontzet vanaf het jugulum, objectief bepalen of er wel of geen sprake is van een pectus en wat de morfologische eigenschappen hiervan zijn. Oké, maar dan beantwoordt u nog steeds mijn vraag. Wie opereert u wel, wie opereert u niet? Ja, dat is natuurlijk een gewogen gemiddelde. U geeft zelf al terecht aan, de ene patiënt heeft heel veel cosmetische klachten van een beperkte indeuking. De andere patiënt heeft een hele diepe indeuking, maar die ervaart daar geen belemmeringen bij. Dus we kijken daar samen met de patiënt naar, waarbij we eigenlijk centraal laten staan wat de ervaring van de patiënt is. En die afweging maken we samen met de patiënt. Wat dus niet wil zeggen dat we iemand met heel veel psychische klachten van een relatief oppervlakkige trechterborst een operatie onthouden. We informeren wel heel nadrukkelijk over de risico's, de gevolgen, de risico's op aanhoudende pijnklachten. En dus dat is echt iets wat we gezamenlijk met de patiënt doen. Daar bestaat niet, althans in de literatuur, een duidelijk algoritme of consensus over. Maar u en ik lijken het wel eens over het feit dat het eigenlijk een subjectieve beoordeling is met subjectieve klachten van de patiënt. Moeten we dan, u bent waarschijnlijk bekend met het advies van de NICE-groep, wat eigenlijk het kennisinstituut van de National Health Services in Engeland. Die stellen eigenlijk dat u experimentele chirurgie beoefend en dat u daarvoor ook een cardiochirurg beschikbaar moet hebben voor de ernst, omdat het risicovol is en een leverchirurg en een longchirurg te plaatsen moet zijn. Bent u met me eens dat het
experimentele chirurgie is eigenlijk, ja, die je beoefent? Om u eerlijk een antwoord te geven, nee. En er is heel veel discussie over de NHS en de richtlijn die 2 jaar geleden daardoor gepubliceerd is. Dat heeft een enorme roering gegeven in het Verenigd Koninkrijk, ook onder de pectuschirurgen en de pectuspatiënten daar. En dat is ook onderwerp van discussie, onder andere in de Chestball International Group, waar wij lid van zijn, waar ervaren pectuschirurgen uit de hele wereld overeenstemming proberen te bereiken, juist over dit onderwerp. En de conclusie daar is, ja, dat we eigenlijk, dat zij zich baseren op, ja, al eerder aangegeven, onvoldoende bewijslast. Kleine studies, retrospectief, underpowered, zonder duidelijke vraagstelling, zonder duidelijk vergelijk tussen verschillende, ja, meettechnieken. En dat is voor ons de uitdaging om dat in grote studies, in big data, te kunnen aantonen. Maar ik ben er echt van overtuigd dat de patiënten, de geselecteerde patiënten, met zowel psychosociale klachten als lichamelijke klachten door cardio-impressie, baat hebben bij een operatie. En dat toont de literatuur, onder andere uw onderzoek, ook aan. Dank u voor uw antwoord. Ik geef graag terug aan de ProRect. Dank u wel. Dan zal de oppositie worden voortgezet door professor Van Gemert, hoogleraar kinderchirurgie, al hier. Hij was ook lid van de beoordelingscommissie. Dank u wel. Geachte promovendus, beste Erik, ik als eerste ook mijn felicitaties aan jou en het promotieteam voor het afronden van een prachtig proefschrift. Wat geresulteerd heeft in een mooi boekje, zowel qua inhoud als ook qua uiterlijk. Ik ga een vraag stellen die je min of meer verwacht. Het heeft te maken met stelling 6. Dus ik zou echt graag willen vragen of een van de paranymfen, misschien ditmaal dokter Meesters, die kan me voorlezen. Centralisatie van de niet-cardiale thoraxchirurgie, inclusief de behandeling van pectuspatiënten, zal leiden tot de verbetering in kwaliteit van zorg en opleiding. Het biedt tevens kansen voor de hierbij betrokken toegewijde specialisten. Dank u wel. Het betreft de centralisatie, wat een hot item is tegenwoordig, niet alleen voor de thoraxchirurgie, maar ook bijvoorbeeld voor de kinderchirurgie. En met onze nieuwe minister zal dat alleen nog maar stringenter worden. Dus het is een belangrijk onderwerp. En het gaat erom hoe u centralisatie en samenwerkende regio samen ziet, of voor u ziet. Als je kijkt naar de wanneer wil je centraliseren, als iets een zeldzame aandoening is, een rare disease, daar voldoet het niet aan qua criteria. De andere is natuurlijk de speciale chirurgie. En als er een leercurve is, nou, de leercurve is er feitelijk niet, dus je kunt met vrij weinige ingrepen kun je feitelijk een goed resultaat bereiken. So. Het is wel speciale chirurgie, een speciale techniek met speciale instrumenten enzovoort. Dan hebben we natuurlijk wat dokter Suidema al zei, uitspraken van een niche of zo heet het, hè, van NHS in ieder geval, over waar dit moet gebeuren. En dat heeft te maken ook al komt het niet vaak voor, maar de mogelijkheid van zeer ernstige en zelfs levensbedreigende complicaties, zoals een letsel aan het hart. En dan heb je faciliteiten nodig, zoals een hartchirurg, perfusionisten enzovoort. Onze eigen vereniging, de Nederlandse Vereniging Kinderchirurgie, die stelt zich op een standpunt dat de speciale chirurgie bij kinderen van 15 en jonger, dat die dient te geschieden door een kinderchirurg in een kinderchirurgcentrum, die in Nederland allemaal academisch zijn. Van de andere kant is ook is het ook zo dat in een academie zouden we helemaal niet de capaciteit hebben om dat aantal ingrepen te doen. Dus dat gaat ook niet. Dus mijn hele concrete vraag nu, we hebben er al eerder was over gesproken. Hoe zou u regionale samenwerking op dit gebied en centralisatie voor u zien? Hoe is dat mogelijk? Hoe kunnen we dat zeg maar goed organiseren? Hooggeleerde opponent, hartelijk dank voor uw vriendelijke woorden en uw vraag. En ja, concentratie van operaties, van ziektebeelden, dat is natuurlijk een hot item. En er zijn een aantal overwegingen, politieke belangen, medisch-inhoudelijke belangen en soms een combinatie van factoren. We hebben onder andere de discussie over de concentratie van de kinderhartchirurgie meegemaakt. Nou, we weten allemaal dat niet van een leien dakje gaat. Mensen focussen zich bij de PECTUS-behandelingen met name op levensbedreigende complicaties. En als je naar de literatuur gaat kijken, Hebra heeft 2 jaar geleden een mooie review over geschreven, samen met de groep van NUS, waarbij je in 0,1% van de gevallen een levensbedreigende bloeding ziet, die in 1/3 van die gevallen fataal afloopt. En dat is in een cohort van 50.000 patiënten.
Dus er is een probleem, er is een probleem waar je op voor moet bereiden, maar het is niet een probleem wat dagelijks voorkomt. En als dat probleem zich voorkomt, ja, dan denk ik in alle eerlijkheid dat je met name behoefte hebt aan een chirurg die snel dat probleem oplost, dan een hartlongmachine die moet worden gezocht, moet worden aangesloten, de patiënt moet worden gecannuleerd en ja, dan is waarschijnlijk lijden al in last, is het probleem al fataal geworden. Ja. Dus ik denk dat in dat geval je meer hebt aan een ervaren chirurg die bekend is met bloedingsrisico's in de thorax. En als je dan een brugje maakt naar de longchirurgie, zien we in veel grotere getallen dit soort bloedingen. We opereren 75% van alle longresecties wordt niet in een kinderchirurgisch centrum gedaan, niet in een academisch centrum gedaan, ook niet door cardiothoracaal chirurgen gedaan. En wij opereren in grote mate centraal op de vaten, centraal op het hart, zelfs intrapericardiaal. En daar zien we in een veel groter percentage dan ook maar 1% levensbedreigende bloedingen die we ook ter plekke moeten oplossen. En waar we ook geen hartlongmachine kunnen invliegen. Mm. En dat lukt in de regel eigenlijk altijd. Ja. Dus voor ons is dat niet een argument. Waar ik denk dat de oplossing met name zit in dedication. En niet alleen van de chirurg. Ik denk dat het chirurgisteam dat heel belangrijk is om daar dedication te hebben. En dat is de operateur. Maar dat is ook het hele OK-team. De anesthesisten die voor epidurale pijnstilling moeten zorgen. In ons geval de volumenintubatie. Maar het is veel breder dan dat. Het is de binnenkomst van de patiënt in het centrum. En als je centraliseert, heb je hogere volumina. Kan je zorgpas beter inregelen. Heb je ruimte om te innoveren. Heb je ook ruimte om te investeren. Onder andere in een 3D-scanner. Is het team op de afdeling daar voldoende op ingespeeld? Kunnen we ook de complicaties die relatief zeldzaam zijn, tijdig herkennen, onderkennen en oplossen? En kunnen de patiënt ook de aftersales geven? Ja. En ik denk dat dat alleen kan in een gespecialiseerd centrum waar dedication is. En of dat dan een kinderchirurgisch centrum is, een universitair centrum of een groot SCZ-centrum. Als je naar de literatuur gaat kijken, worden die operaties over de wereld uitgevoerd door cardiothoracaal chirurgen, door longchirurgen, door kinderchirurgen. Donald Nuss was een kinderchirurg, heeft een grote serie en goede aantallen. Maar Hans Pielekaai in Aarhus heeft even grote series en is een cardiothoracaal chirurg. Dus daar zitten we het verschil niet in. Ik denk als kort antwoord dat het zit in dedication niet alleen van de chirurg, maar van het hele team. Ja, u zegt belangrijke dingen, vind ik zelf. Eén is dat zo'n zorgpad en alles wat erbij komt kijken, dat is natuurlijk heel belangrijk. En heb je, om het goed op te zetten, heb je aantallen nodig. Als je bij wijze van spreken 2 per jaar doet. Ja, daar kun je geen zorgpad voor opstellen. Dus dat denk ik dat een heel belangrijk iets is. De andere kant van de medaille is deze chirurgie wordt toch vaak gezien als met name cosmetiek, psychosociaal. Met mensen die gezond zijn. Zo denken ze ook over morbide obesitas en over cosmetische chirurgie bijvoorbeeld. Dus feitelijk, zelfs als je daar dodelijke casus hebt, zelfs als dat 0,01 is het feitelijk te veel. Nou, dat is een beetje de achtergrond van dit soort stellingen. Ik wil nog één ding daaraan toevoegen. Wat bijvoorbeeld zou kunnen. Want ik denk dat je, bijvoorbeeld als je kijkt naar de hartchirurgie en wat er gebeurd is in Groningen. Ik denk dat dat heeft veel mensen getriggerd. En ik denk dat het heel verstandig is om zaken nu te regelen, van tevoren. Voordat de minister met zijn de minister het gaat regelen voor ons, want dan gaat het niet goed. Dus je zou ook in kunnen nadenken over gezamenlijke contracten en dat als er gecompliceerde gevallen zijn, dat een ervaren team uit de periferie bijvoorbeeld in dit geval Maastricht zo'n operatie uitvoert. Wat vindt u daarvan? Ja, daar ben ik er volmondig mee eens. Antwoord. We spraken daar al uitvoerig over. Samenwerking is essentieel. En waar wij behoefte hebben is aan academische verankering, samenwerken met de kinderzorg die absoluut ook meerwaarde brengt in zo'n team. Dus we spraken al vaker over de mogelijkheden samenwerking. En wat mij betreft kijken we om een gezamenlijk practice-team in te regelen voor de zorg van deze patiënten. Waarbij ik ervoor wil pleiten om dat op de hoogvolume locatie te doen en de klinische zorg voor deze patiënten absoluut niet te versnipperen om redenen die genoemd zijn. Dank u wel voor uw antwoord. Dank u wel. Dan zal de oppositie worden voortgezet door professor De Sender, thoraxchirurg aan het Universitair Ziekenhuis in Gent. Ook voor u hartelijk dank voor uw aanwezigheid. Dank u wel. Geachte promovendus, eerst en vooral wil ik je heel graag feliciteren met dit mooie proefschrift. Ook aan de promotor en de co-promotoren, hartelijk gefeliciteerd. Het is een heel mooi werk. Ik wou eigenlijk een beetje voortbouwen op de vorige opponent en vraag stellen in verband met de learning curve. Niet iedereen doet dit soort ingrepen, dus er is volgens mij wel een zekere expertise nodig om dit te doen. En het leek mij dan ook een beetje vreemd dat er eigenlijk geen enkele
learning curve aangetoond werd. Dus mijn vraag aan jou is van, er zijn wel al een aantal studies gepubliceerd daarover. Komt dit overeen, al dan niet? En waarom denk je precies dat dit bij jullie niet zo is, dat er geen learning curve aangetoond kan worden voor die PECTUS-ingrepen? Hooggeleerde opponent, hartelijk dank voor uw vriendelijke woorden en ook voor de plezierige samenwerking die we met het UZ Gent al jaren hebben, onder andere op het gebied van trainingen voor Uniport of VATS resecties. Ja, die leercurve, dat blijkt een lastig onderwerp en wij hebben ons met name gefocust op de complicaties. Nou, daar kan je natuurlijk ook iets van vinden, hè? Want is elke complicatie dan, heeft dat een even zware kracht? Is een wondinfectie even zwaar aan te rekenen als bijvoorbeeld een bloeding die revisiejury benodigd heeft? Is alles aan de chirurg aan te rekenen of zijn er ook een deel patiëntfactoren? Maar ik denk de resultaten die we hebben, je kan de discussie ook andersom voeren. Kennelijk zijn wij in staat met het team zoals wij functioneren, met de opleiding en dedication die er is, en niet alleen voor de chirurgen, maar het hele team daaromheen, de anesthesisten, de kinderverpleegkundigen in volle breedte, zijn we in staat om goede complicatiegetallen neer te zetten. En misschien moet je het daar wel in zoeken. Heb je dus als centrum behoefte aan voldoende dedication, verdieping, voldoende patiëntaantallen en kom je daarmee tot tenminste vergelijkbare resultaten met de literatuur, met de hoofdvolumecentra in de literatuur? Ik denk dat het inderdaad misschien een klein beetje een vertekend beeld is met jullie resultaten, omdat er gewoon een heel ruime ervaring is, ook met andere ingrepen dan de pectuschirurgie. Jullie zijn allemaal thoraxchirurgen en traumachirurg ook, denk ik. Dus je hebt natuurlijk al een ervaring, niet specifiek op deze ingreep, maar wel die in totaal meegenomen kan worden, denk ik. Dan denk je niet dat het een waarde of een meerwaarde geweest was om toch die eerste 10 ingrepen die geproctord waren, om deze mee te nemen? Want ik vermoed ergens dat het leerproces misschien daar wel beter tot uiting gekomen zou hebben. Dank u wel. Twee vragen in één. De eerste vraag, waarom gaat dat goed? Ja, we hebben inderdaad ruime ervaring. We opereren dagelijks in en om de thorax, complexe longresecties, thoraxresecties, maar ook de traumabehandeling. Ja, en dat is wel echt een essentieel verschil met de kinderchirurg die 10 keer per jaar maximum een operatie in of aan de thorax uitvoert. Dus ik kan helemaal met u meegaan in die redenatie. Het gaat om dedication en die leercurve van de eerste patiënten. Die discussie hebben we natuurlijk in ons team ook gevoerd. En ik moet u eerlijk bekennen dat we aanvankelijk alle patiënten geïncludeerd hadden, daar de berekening op hebben gedaan. En daar komt eigenlijk hetzelfde uit. En wat we van de reviews terug hebben gekregen van het tijdschrift waar we het artikel in gepubliceerd hebben, dat je toch misschien die geproctorde casuïstiek, dat het toch een ander soort patiënt is dan de daadwerkelijk uitgevoerde patiënt zonder proctoring. Dus uiteindelijk hebben we die 10 patiënten per chirurg uit de analyse gelaten, ook voor de chirurgen die na proctoring niet meer dan 10 patiënten hebben geopereerd. Maar om een eerlijk antwoord te geven, de resultaten zijn precies hetzelfde. Oké, dankjewel. Dan zal de oppositie worden voortgezet door professor Engelen, hoogleraar historische demografie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Dank voor uw aanwezigheid bij deze plechtigheid. Dank u wel, meneer de prorector. De prorector heeft ons op het hart gebonden om de inleidende beschikkingen zo kort mogelijk te houden. Dus mijn eerste twee bladzijden is met complimenten komen te vervallen. Ik ga meteen over naar de vraag. Ook ik ga het hebben over uw stelling 6 en over uw oproep tot centralisatie. U klaagt over het feit dat te veel specialismen de benodigde chirurgische behandelingen verrichten en elke chirurg op zich zo te weinig routine kan opdoen. U pleit daarom voor een kleiner aantal gespecialiseerde centra om zo de kwaliteit van onderzoek en behandeling te bevorderen. Ik moet zeggen, het klonk inderdaad omineus toen ik las dat u op bladzijde 294 schrijft dat nu patiënten soms beter geïnformeerd zijn dan de behandelaars omdat zij op internet allerlei informatie hebben opgezocht. Ik ga proberen om uw pleidooi zo concreet mogelijk te krijgen. Compleet met de gewenste aantallen. Op bladzijde 13 schrijft u dat 1 op de 300 à 400 levend geborenen lijden aan pectus excavatum. Ik heb even bij het CBS nagekeken hoeveel levend geborenen er in Nederland jaarlijks zijn. Dat zijn er zo'n 178.506 gemiddeld. Dat betekent dus dat er potentieel jaarlijks tussen de 446 en 595 patiënten met de door u beschreven aandoening op de operatietafel komen.
Mijn vraag is simpel deze. Hoeveel van deze operaties moet een chirurg jaarlijks uitvoeren om voldoende routine op te doen en om voldoende basis te hebben voor onderzoek? Gelet op het net genoemde aantal lijders aan de ziekte, is het dan een eenvoudige rekensom om te bepalen hoeveel gespecialiseerde chirurgen er in Nederland nodig zijn. En daaruit vloeit dan weer voort hoeveel centra er nodig zouden zijn. Ik hoor graag wat volgens u de uitkomst van deze berekening zou zijn. En ik raad u aan vrijuit te spreken. Uw antwoord blijft onder ons. We geven het niet door aan het ministerie. Hooggeleerde opponent, ja, dank voor uw felicitaties en ook ja, dank voor uw aanwezigheid hier. Wat voor mij heel veel betekent om u ook in deze ja, rol en hoedanigheid nu tegenover mij te hebben staan. En ja, uw vraag ziet eigenlijk op ja, de prevalentie van pectus excavatum. En wat ik beschrijf in mijn proefschrift, dat is 1 op 400 levend geborenen die lijden aan de aandoening. Het is een artikel uit de jaren 70, waarbij is gekeken onder 40.000 levend geborenen naar ja, congenitale aandoeningen, aangeboren aandoeningen. En daar komt die verhouding van 1 op 400 uit. En ik denk persoonlijk dat dat een enorme onderschatting is van het daadwerkelijke probleem. Ze hebben gekeken naar levend geboren, maar we zien in praktijk dat de patiënten vaak op kinderleeftijd een beperkte indeuking hebben. Maar pas echt een toename daarvan ja, rond de groeispurt, rond adolescentie. Dus het zou eigenlijk veel beter zijn om in die patiëntengroep ja, te kijken wat het voorkomen daarvan is. En als ik even door mijn oogharen naar de zaal kijk, zitten hier denk ik ja, een kleine 100 aanwezigen. Waarbij de prevalentie al tenminste 2% is. Dus dat is anders, 1 op 50 dan 1 op 400. Dus ik denk dat we daar moeten beginnen met ja, het oplossen van het probleem. En dan is de volgende vraag, als we een goed inzicht hebben over het voorkomen van de aandoening, ja, welk percentage ja, herkent die klachten dan en meldt zich dan bij een dokter die vervolgens ook weer die klachten herkent en de patiënt doorstuurt naar een tertiair centrum. Dus ik denk dat daar heel veel werk te verrichten is. Dan de vraag over concentratie. Ja, dat is, en het is aan de andere kant van de tafel ook al genoemd, ja, een hot topic binnen de heelkunde en ja, ook binnen de thoraxchirurgie. In Europa speelt dezelfde discussie, waarbij nou, de discussie in België iets later verloopt dan in Nederland. Maar bijvoorbeeld Denemarken jaren voor op ons is, door de overheid geïnitieerd. En daar is de thoraxchirurgie geconcentreerd in 4 academische centra. En worden de pectusoperaties maar in 1 centrum uitgevoerd. En dat, ja, als je het inwonersaantal van Denemarken extra zou extrapoleren, een kleine 6 miljoen. Naar België een kleine 12 miljoen, naar Nederland een kleine 18 miljoen. Ja, dan zou je uitkomen op 2 tot 3 centra in Nederland. En dat geeft ons de kans om, ja, zoals gezegd, ons te verdiepen in de aandoening, te innoveren, patiënten een goede behandeling te kunnen geven, wetenschappelijk onderzoek te kunnen uitvoeren. Dus ik zou een sterke voorstander zijn hè, om dat terug te brengen naar een beperkt aantal centra. Vaak is dat ook iets natuurlijks als de overheid dat niet oplegt, ja, omdat de patiënten zelf, zeker in deze patiëntencategorie, hun keuzes maken voor dat centrum en voor ja, die behandelaars. En ik ben het helemaal eens met collega Van Geemert ja, dat we dat in gezamenlijkheid moeten doen. Dank u wel. Ik geef het woord graag terug in het pro-rector. Dank u wel. Dan zal de oppositie worden voortgezet door professor Van der Hulst, hoogleraar plastische chirurgie aan deze instelling. Professor Van der Hulst is tevens secretaris van deze promotiecommissie. Dank u wel. Ook mijn felicitaties namen aan u en ook aan uw promotiecommissie. En ook dank aan de opponenten die de tijd relatief kort hebben gehad, waardoor ik het met mijn mede-opponent kan volmaken. En ik had nogal wat vragen die ik dacht te moeten schrappen, maar dat is dus niet het geval. Het eerste, ik vind het super dat u op deze manier in de regio samen onderzoek doet. Ik denk dat dat echt de manier is om ons in Nederland en verder buiten te onderscheiden. Door samen te werken tussen STZ en academische ziekenhuizen. Maar goed, dat gezegd hebbende vallen mij natuurlijk ook een aantal dingen op in uw proefschrift. En ik begin natuurlijk met dankwoord, dat zegt u zelf al. Hè. U wilde een kort dankwoord schrijven, dat is niet gelukt. Maar ik vind dat eigenlijk alleen maar te waarderen, want het betekent dat u op een of andere manier, net zoals in de regio, blijkbaar een bruggenbouwer bent, want u heeft met heel veel mensen contact. Ook in het dankwoord wordt nog even mooi kliniek genoemd, hè, naar aanleiding van Ron Wetzels. En daar ben ik natuurlijk ook enorm trots op dat in uw proefschrift staat. En daar komt mijn vraag ook een beetje op voort. Want je stelt dat je in dat samenwerken eigenlijk een multidisciplinair team nodig hebt. En dan heb je het over een kinderchirurg, een thoraxchirurg, eventueel cardiovasculair chirurg. Maar je stelt ook dat het met name cosmetiek is en psychosociale aspecten. Moet er dan eigenlijk niet een psycholoog bij, is mijn eerste vraag. Of misschien wel een plastisch chirurg. Want wij als plastisch chirurgen hebben ook behandelopties voor pectus excavatum. Die zie ik helemaal niet terug in die proefschrift. Hebt u daar ideeën over? Wat voor behandelopties zouden wij kunnen bieden? En het tweede is, mijn vraag die daar een beetje mee geassocieerd is.
U zegt dat het vaak cosmetiek is. Hoe vaak is het nu echt cosmetiek? En is het dan wel eerlijk dat deze behandeling vergoed wordt? Want wij krijgen eigenlijk alle patiënten die cosmetisch behandeld worden niet vergoed. Ik wil niet zeggen dat ze in mooie kliniek geopereerd moeten worden, want dat is denk ik de... Ja, dat zouden we even moeten bekijken of dat kan, maar hoe staat u daar tegenover? Hoogleraar opponent, dank voor uw vriendelijke woorden en aanzet tot de intensivering van de regionale samenwerking, waar ik absoluut een voorstander van ben. Laat me beginnen met uw laatste vraag, waarbij u stelt dat het met name cosmetische aandoening is. En klopt, u heeft de getallen gezien in het proefschrift. En bij de jongere patiënten heeft het merendeel last van cosmetische klachten. Maar wat u ook heeft gezien, dat driekwart van die patiënten ook een vorm van lichamelijke klachten heeft. En als je naar de volwassen populatie gaat kijken, ja, dan valt dat cosmetische gedeelte nagenoeg weg. En gaat het met name om de cardiopulmonale functiestoornissen. En vaak, inderdaad, is het een mengvorm. En dat zou interessant zijn om daar te kijken of je daar een soort gradatie aan kan geven of een waardering. En dat is dan weer individu afhankelijk. Dus de ene patiënt waardeert het op een andere manier dan de andere. En daar zou je kunnen kijken, onder andere met gevalideerde vragenlijsten, en welke patiënt hier nou een operatie moet ondergaan. Maar zelfs voor die cosmetische klachten, stel dat het puur cosmetisch zou zijn, zien we patiënten die... Ja, niet meer zonder shirt naar het zwembad willen, die niet meer naar het strand gaan. Nee, dat klopt. Ik val je toch in, maar die zie ik ook met vrouwen die geen borsten hebben. En die zijn al 20, 30 jaar niet naar een zwembad geweest. En dus mijn vraag is, waar zit het verschil? Is het dan omdat wij als plastische chirurgen dat sowieso nooit mogen en een chirurg toch een ander imago heeft? Of waar ligt dat aan? Ja, dat sowieso, denk ik. Maar... Het antwoord is dat het een combinatie is en dat we zelden patiënten zien die alleen maar cosmetische klachten hebben. Dan uw vraag over de teamsamenstelling. U stelt dat er geen patiënt met een plastisch chirurgische inmenging in het proefschrift staat. Dat is niet helemaal waar, want een van de casuïstiek die we gebruikt hebben in de introductie is een patiënt die later een mammaaugmentatie heeft ondergaan. En notabene is verwezen door de plastisch chirurg voor correctie van de torusdeformiteit. En ik denk ook dat we daarin moeten samenwerken. En wat we bijvoorbeeld zien, is dat daar patiënten op jonge leeftijd worden behandeld met een prothese, cementprothese, borstprothese, prothese om het defect op te vullen. En op latere leeftijd, zonder counseling van een ervaren pectus chirurg op dat moment, zich melden met lichamelijke klachten. En vervolgens op latere leeftijd een operatie moeten ondergaan met de prothese nog in situ. En dat is nou juist het onderwerp waarbij we heel nauw samenwerken met u en met uw collega's. Nee, precies. Nou, dat is ook precies mijn punt. Want wij verwijzen regelmatig door, maar soms is het juist andersom. En kan door, als er alleen cosmetische klachten zijn, het behandeld worden met een relatief eenvoudige oplossing. Ja, dat ben ik helemaal met u eens. En als je een patiënt hebt met een relatief milde afwijking, met milde klachten, waar echt alleen de cosmetiek centraal staat, en je doet dat gezamenlijk en je weegt de belangen af, dan kan zo'n patiënt prima geholpen zijn met of een constructieve behandeling met houdingstherapie, of met bijvoorbeeld de lipofilling of protheseplaatsing, waarbij we denk ik ook in ons achterhoofd moeten houden dat de protheseplaatsing ook niet zonder risico's is, in de zin van seroomformatie, kapselvorming en latere... ook weer verwijderd moeten worden. Maar ik ben het helemaal met u eens, dit soort patiënten zou je bij uitstek gezamenlijk moeten kunnen inschatten, counselen en dan een gewogen behandelvoorstel moeten kunnen aanbieden. Nou, dat is een duidelijk antwoord op uw vraag. Ik denk dat ik het woord terug moet geven aan... Of mag ik nog een vraag stellen? Ja, dan heb ik ook toch nog een vraag over de complicaties die u noemt in hoofdstuk 4. U heeft het over minor en major complicaties. Hè? Een van de major complicaties is chronische pijn die dan resulteert in het uithalen van de bouw. Bij minor complicaties staat ook chronische pijn als de bouw niet uitgehaald wordt. En ik weet wel dat die registratie op basis van een bestaande klassificatie is. Maar vindt u dat terecht? Want die beslissing om die bouw uit te halen of bij chronische pijn, die is toch heel subjectief dan? Of hoe moet ik dat zien? Ja, dat is natuurlijk een goed punt. De complicaties zijn onderverdeeld in een gangbaar klassificatiesysteem, Clavin-Dindo-klassificaties, waar een duidelijk onderscheid tussen de minor en major complicaties. En als je naar de major complicaties gaat kijken, zijn dat eigenlijk allemaal bardislocaties of pijnklachten. En de echte serieuze complicaties, waarbij een reoperatie nodig is, een IC-opname nodig is en een risico op overlijden is, we hebben één patiënt gemeld in 330 in een cohort van 330 patiënten. Dus dat is niet iets relevants. Nee, maar met name het verschil tussen chronische pijn en dan als de bouw uitgaat, noem je de benen een major. En als de bouw blijft zitten, noem je hem een minor. En dat snap ik niet helemaal. Dat heeft ermee te maken dat er een operatieve interventie aan vastzit. Dat is nou eenmaal zoals dat klassificatiesysteem werkt. Maar daar ben ik het met u eens. De andere manier om naar die pijn te kijken, je kan ook zeggen, dit hoort ook wel bij dit type operatie. En volwassenen wegen die risico's af en maken een keuze om ondanks het risico op pijnklachten en het laten verwijderen van de bar, hun leven te verbeteren in lichamelijke zin en in de cosmetische zin en het risico voor zijn operatie te nemen. Je had ook die groepen kunnen vergelijken, want daar zit natuurlijk een selectiebias in waarbij we die patiënten ook een ravisprocedure hadden kunnen aanbieden op hogere leeftijd, waar pijnklachten veel minder relevant zijn, maar waar je veel vaker problemen als bijvoorbeeld plaatprominentie kunt zien.
Dus die pijnklachten, ja, die horen ook een beetje bij, ja, bij die operatie. En wat voor ons belangrijk is, dat die patiënten, ja, dat die goede verwachtingsmanagement hebben. Dus als ze van tevoren goed op de hoogte zijn van die risico's, van het beloop. En nogmaals, het gebeurt niet vaak, maar als het gebeurt, is het wel, ja, drukt het wel een stempel op het leven van een patiënt. In ieder geval de eerste maanden. Ja, dat bespreken we duidelijk met de patiënten. En in de regel, ja, nemen de patiënten daar, ja, een gewogen beslissing in en doen we dat samen. Dank u voor uw antwoord. Ik geef het woord graag terug aan de projector. Dank u wel. Dan zal de oppositie worden voortgezet door professor Stassen, hoogleraar gastrointestinale chirurgie, in het bijzonder opleiding en onderwijs. Alier. Dank u wel. En dank inderdaad aan de hele commissie en ook aan mijn linkerbuurman dat ik nog tijd heb om een vraag te stellen. Wil ik zelfs eerst beginnen toch met uw promotieteam, dat heeft niet iedereen gedaan, te feliciteren. En u zelf ook, met niet alleen dit boek. Het volgende boek wat eraan zit te komen van iemand anders en misschien wel een hoop onderzoek daarna. Ik heb trouwens nog een troef in handen voor als ik in de problemen was gekomen. Want het is een goede gewoonte dat als u een antwoord geeft waar tijdens de pedel binnenvalt, dat u dat antwoord af mag maken. En even refereert aan het dankwoord. Als u dat antwoord net zo aanpakt als uw dankwoord, winnen we een paar minuten. Maar nu toch maar even een serieuze vraag. Die cryoablatie, dat vond ik wel een interessante techniek. En ik wist er niet zoveel van. Ik dacht dat het aan mij lag. Hij is al lang op de markt, maar blijkbaar voor deze indicatie pas heel kort. En nog aan de overkant van de grote plas. Hij is Amerika nog niet echt uitgekomen. U heeft het in dat review en in de discussie over de sensibele effecten en sensibele uitval. Het kan aan mij liggen, maar ik dacht, die intercostaalzenuwen doen toch ook iets motors aan de intercostaal musculatuur. Misschien zelfs wel aan andere musculatuur. Ook dat motorendeel moet toch aandacht krijgen. En toen ik in de literatuur grasduinde, vond ik Tokuda in Nature's Scientific Reports van vorig jaar. Daar is een uitval van de nervus phrenicus als de cardiologen bezig zijn met een cryoballoon pulmonary vein isolation. Enfin, ze krijgen het voor elkaar in 5% van de patiënten onbedoeld de nervus phrenicus te lederen. En het houdt aan in 0,6% tot 4 jaar. Nou, als je dan een beetje goochelt met getallen, kom je wanneer je op 100% mikt en u mikt op 100% uitval van de intercostaal zenuwen, ja, kom je ergens boven de 10% uitval ook motor uit. Speelt het helemaal niet, die motorenuitval, bij die techniek? Hoogleraar Opponent, dank voor uw vriendelijke woorden en dank voor uw vraag. En ja, dat is natuurlijk een onderwerp wat er nog, hè, het is een relatief nieuwe techniek, waarbij het tot voor kort alleen in Amerika toegepast werd. Dat heeft met FDA-approval te maken en het gebrek aan CE-markering. Afgelopen jaar is het CE-approved in Europa voor gebruik bij volwassenen. Dus dat, ja, biedt voor ons de kans om het te gaan implementeren in Nederland. En ja, een van de vragen die we daar ons moeten stellen, wat de lange termijn effecten kunnen zijn. Ik denk zelf niet dat het motorisch gedeelte belangrijk is. Hè. Je bevriest op meerdere niveaus de tussenribzenuwen. Maar de ademhaling en ademarbeid wordt, ja, door een heel complex verzorgd. Onder andere het diafragma wat u net al noemde, het middenrif. Hulp ademhalingsspieren. Dat zijn complicaties die tot op heden nog niet beschreven zijn. Weliswaar in relatief kleine cohorten. En dat heeft er misschien te maken dat het met name een sensibele uitval is van die zenuwen. Er treedt een Walleriaanse degeneratie op van de zenuwen. De zenuw wordt als het ware gekneusd. Techniek die in 1950 voor het eerst beschreven is, de Waller, die bij kikkers, ja, een aantal hersenzenuwen doorknipte en keek naar het herstel daarvan. En ja, wat je eigenlijk in de literatuur ziet die daar nu over beschikbaar is, dat daar binnen 4 tot 6 tot 12 weken, ja, eigenlijk in bijna alle patiënten of alle patiënten herstel optreedt. En de problemen maar speelt dat motorenprobleem nu niet? Of is daar gewoon eigenlijk nog niet naar gekeken? En dat is nog een ander ding, dan denk ik, moet toch echt mijn anatomie nog eens opfrissen, hoewel ik nog wel niet zoveel jaar geleden nog wat torakotomie deed. Ik denk, volgens mij loopt ook een arterie in de buurt. Die zal daar toch ook een last van hebben. Die zenuwen herstellen zich. Zo'n arterietje wat er vlakbij zit en bevroren wordt. Dus dacht ik, ja, en die zenuw en die arterie speelt er toch niet meer potentieel dan alleen die sensibele uitval. Dus nog een minuut of 3. Nee. Nou, ik zal het kort proberen te houden. U mag kort een antwoord formuleren. Ik denk dat het ook een afweging van risico's is. En een patiënt met pijnklachten, ja, die heeft een bedreigde ademhaling. Die is niet in staat om goed op te hoesten met alle risico's van dien. Kans op pneumonie, kans op gebrek aan immobilisatie. Dus dat voordeel, ja, is vele malen groter. En wat je eigenlijk, ja, niet ziet in praktijk, is dat motorische problemen geeft bij dat type patiënt. Interessant antwoord. Dank u. Erik Robert de Loos, de gelegenheid voor het verdedigen van uw proefschrift is voorbij.
De promotiecommissie zal zich nu voor beraad terugtrekken en ik verzoek u en uw gezelschap onze terugkomst en de uitslag van dit beraad in deze zaal af te wachten.
Erik Robert de Loos, de commissie hier aanwezig heeft zich beraden over de kwaliteit van uw proefschrift en de wijze waarop u dat proefschrift heeft verdedigd. Op grond van haar positief oordeel en gelet op de examens die u vroeger heeft afgelegd, heeft zij besloten u het gevraagde doctoraat toe te kennen. De hoogleraar professor Maassen is gemachtigd u op de gebruikelijke wijze met deze waardigheid te bekleden. Het woord is aan uw promotor. Geachte promovendus, belooft u dat u altijd volgens de beginselen van wetenschappelijke integriteit te werk zult gaan, eerlijk, zorgvuldig, transparant, onafhankelijk en verantwoordelijk? Dat beloof ik. Krachtens de bevoegdheid ons door de wet toegekend, volgens het besluit van de commissie hier tegenwoordig, verklaar ik hier bij u, Erik Robert de Loos, tot dokter te bevorderen en u alle rechten te verlenen die daaraan volgens wet en gewoonte zijn verbonden. Ten bewijze hiervan overhandig ik u nu de bul door rector, secretaris en overige leden van de promotiecommissie ondertekend en met het grootzegel van de universiteit bevestigd. Zeer geleerde de Loos, beste Erik, het is een eer om je namens ons drieën van harte te mogen feliciteren met het behalen van de academische graad van dokter. Wij willen in die felicitaties ook graag Sanne, je moeder en je broer Wouter betrekken, die vanmiddag op de ererij van de tribune hebben plaatsgenomen. Een belangrijk persoon ontbreekt helaas op deze tribune, maar misschien kijkt hij vanuit ergens anders wel toe. Ik weet zeker dat je vader heel trots op je is. Net zoals Jos, Karel en ik super trots zijn op wat je in korte tijd voor elkaar gekregen hebt. Er zijn veel mensen die roepen dat ze gaan promoveren en vervolgens na 5 of 10 jaar dat traject nog steeds niet hebben afgerond. Zo niet jij, geboren Rotterdammer. Niet lullen, maar poetsen is het Rotterdamse credo. Dus buiten Zuiderland vertelde jij niemand dat je hiermee bezig was. Zelfs je moeder wist van niks en hoorde pas de afgelopen kerst dat je begonnen was aan een promotietraject. En, dat je thesis inmiddels was afgerond en goedgekeurd. Mevrouw de Loos, dat moet voor u toch verwarrend zijn geweest? Want waar zijn wij zojuist getuigen van geweest? Wat is er in hemelsnaam de afgelopen 2 jaar gebeurd? Jij verbaasde vriend en vijand door als een wervelwind dit promotietraject af te ronden, ons allen in verwarring achterlatend. Je publiceerde in 2020 en 2021 meer dan 35 papers. Maar naast het opstarten van je eigen wetenschappelijke carrière, startten onder jouw vleugels ook 4 promovendi binnen de thorax-wandchirurgie en minimaal invasieve longchirurgie. En voortdurend weet je getalenteerde studenten en AIOS die gefascineerd zijn door de longchirurgie te enthousiasmeren om aan te haken bij onze thorax researchgroep. Verwarrend, want hoe moeten we hierop terugkijken? Was je promovendus?
of co-promotor van onze promovendi Jor Dame, Nadine Korens, Iris Laven en Nikki Jansen? Was je bezig met het opzetten van je eigen onderzoekslijn? Of was je begeleider van wetenschapsprojecten van vele studenten technische geneeskunde en semi-artse geneeskunde? Verwarrend vond ook de Universiteit Maastricht. Want toen we voorstelden dat jij op één en dezelfde dag je proefschrift zou verdedigen en als co-promotor van Jor Dame zou optreden, bleek dat een formeel onmogelijke, niet in praktijk te brengen, ongeoorloofde combinatie. Dus moest Jean even in de wacht. Maar hierdoor houden we dit jaar nog wel een tweede promotiefeestje te goed. Verwarrend was het ook voor jou. Want meer nog dan jij ons verbaasde met je wetenschappelijke ambitie, verraste je ook jezelf. Je had nooit vermoed dat het analyseren van de behandelresultaten van onze patiënten en het objectiveren van innovaties zo'n verrijking zou zijn van onze dagelijkse longchirurgische praktijk. Tot enkele jaren geleden had je een duidelijke mening over waarom promoveren door klinici onzin was. Word je geen betere dokter van? Is iets voor chirurgen die niet kunnen opereren? De echte oorzaak dat wij hier nu samen staan is niet zozeer jouw ijdelheid om het esje uit je titel kwijt te raken. De reden is ons streven om een longchirurgische onderzoeksgroep op te starten, waarbij voor het aanvragen van gelden en voor het begeleiden van promovendi het noodzakelijk bleek dat jij eerst zelf van doctorandus in dokter zou transformeren. Wel nu, het vinkje staat. Beste Erik, in je proefschrift bedank je aan het eind meer dan 100 personen. Dat is aardig en nobel, maar beste aanwezigen, laat u dat vooral niet verwarren. En laat dat vooral het zicht niet ontnemen op de sterke mate waarin jij de katalysator en het vliegwiel was van alle wetenschapsprojecten die de afgelopen 2 jaar in onze onderzoeksgroep thoraxchirurgie het daglicht zagen. Dankzij jouw contactuele talent ontstond er een goede samenwerking met Anke Nijes. En in dat wederzijds vertrouwen verwierven we eindelijk de financiële middelen om promovendi aan te stellen en onze researchgroep op te tuigen. En zowel nationaal als internationaal wist je grote namen uit de thoraxwand en longchirurgie te betrekken bij verschillende onderzoekslijnen. Naast een prachtige longchirurgische praktijk, waarin zowel de minimaal invasieve longchirurgie als thoraxwandaandoeningen door STZ erkend zijn als topklinische functies, en een Uniportal VATS opleidingsprogramma voor longchirurgen uit binnen- en buitenland, staat nu ook wetenschappelijk onderzoek over thoraxchirurgie in Zuiderland op de kaart. De komende jaren zullen we de onderzoekslijnen verbreden naar perioperatieve zorg en oncologische longchirurgie. En hiermee is een lang gekoesterde ambitie van onze thoraxsectie werkelijkheid geworden. Maar verwarrend is het allemaal wel. Want is dit nu de afsluiting van je promotie of de geboorte van de researchgroep thoraxchirurgie? Duidelijk is in elk geval dat wij apentrots zijn op wat je bereikt hebt. En daar gaan wij nu allemaal met jou het glas op heffen. Officieel. Dankjewel. Dokter Erik Robert de Loos. Het is mij ook een groot genoegen om u namens de Universiteit Maastricht van harte geluk te wensen met het behalen van deze dokterstitel. Ik hoor eigenlijk dat er ook fantastische initiatieven zijn wat betreft samenwerking op het gebied van thoraxchirurgie en dat dit eigenlijk het begin is van een ganse reeks promovendi op het gebied van thoraxchirurgie. Ik hoop dat u toch vanmiddag eigenlijk een magisch moment hebt mogen beleven, omdat ik het gevoel heb dat u eigenlijk nooit uit uw comfortzone bent gekomen tijdens de verdediging van uw proefschrift. Ik wens u alle succes in de toekomst toe. En hiermee ga ik deze academische zitting sluiten. Ik wil vragen om de toehoorders de zaal te verlaten en zich richting de receptie te bewegen. En wij zullen als promotiecommissie samen met de jonge dokter nog een foto maken op de trap in de centrale hal. En hiermee sluit ik deze academische zitting. Thank you.